Warriors Food gaat over dualiteit in mens. Gaat over strijd. Het gaat over aanpassen in bepaalde kaders. Dat je mee wilt doen. Het is vrij abstract. Het is geïnspireerd op het voetbalspel. En de technieken binnen het voetbal. Maar het is vooral geïnspireerd op voetbal omdat de jongeren een hele sterke motivatie naar voetbal toe hebben. En dat hebben we proberen om te zetten in een fysieke dansvoorstelling. Hebben wij nou vanavond voetballende dansers gezien of dansende voetballers? Voetballende dansers. Wat je hebt gezien is vooral heel veel intuïtief bewegen. Dat is denk ik de basis. En we hebben ze eigenlijk een beetje gelokt met dat voetbal, met dat stukje motivatie voor het voetballen. Maar ik heb die jongens, ik stond backstage en ik heb die jongens echt op zien gaan in hun rol. Want waar komen deze kinderen vandaan? Tilburg-Noord. Prachtige wijk. En wat was het doel van hun project? Ook om ze in aanraking te laten komen met kunst en cultuur? Of was er nog meer? Ja, het is een fusie, hè? Tussen dat intuïtief dansen en gewoon zinvolle vrije tijdsbesteding. Hè? Het is gewoon, je moet mensen kennis laten maken, proeven, voeden met kunst en cultuur. Man, dat is geweldig. Het doet zoveel met je identiteit. Het kleurt identiteit. Het maakt je rijker mens, denk ik. Als jullie klaar zijn, vertrekt groep 1. Hani is nog aan het goochelen. Voet aan de bal, heel goed. Ja. I think they're at an age that everything's pretty new, and as long as they have space to play, I think they're satisfied and motivated. Wat hebben zij hier geleerd dan? Kunst, dans, in het theater kunnen staan. Sky's the limit. Het kan allemaal, maar men moet je er wel mee voelen. Je moet er wel mee in aanraking komen. En begrijp ik nou ook dat jij ook van de kinderen hebt geleerd? Ik heb van het project geleerd dat Rome echt niet in één dag is opgebouwd. Dus geduld. Je hebt toch met mensen emoties te maken. Met hun denkbeelden en toestanden. Het is altijd moeilijk om dat te sturen. Met een beetje gezag. En om de enthousiasme dan niet kwijt te raken. Dat is moeilijk. Maar ik denk... de voldoening is er. Alom, bij hen, bij de kids, bij mij, bij de regisseur. Ze zijn echt blij dat ze dit hebben accomplished, volbracht hebben. We zijn al bijna 2 maanden bezig. Best wel leuk eigenlijk, want we moeten op maandag en dinsdag moeten repeteren. Van ongeveer van 7 tot 9. En dan eigenlijk voor SNZ-dag moeten we een beetje repeteren. Okay. En zie je het zaterdag ook echt als een voorstelling of meer als een wedstrijd? Meer als een wedstrijd en een voorstelling. Volgens mij komen er heel veel mensen kijken. En wat verwacht je er zelf van? Wat gaan mensen zeggen na de hand, denk je? Dat is volgens mij best wel een leuke voorstelling, want we hebben er heel veel moeite voor gedaan. Wat ik hier terugkrijg van de bezoekers is dat ze het echt geweldig hebben gevonden. Dus dat doet ons ook enorm veel. Goed. Is het misschien ook nog iets voor in de toekomst met andere jongen? Met andere jongeren wellicht dat dit een doorstart kan krijgen. Wellicht dat we de stad intrekken. Mogelijk dat er podia's, misschien ook binnen het onderwijs plekken zijn waar we dit kunnen laten zien aan jeugd. Want ik denk wel dat het
geprikkeld naar kunst, dat het wel stimulerend kan werken.